Alex en ik zijn echt super dun. Huh? En wij moeten superveel eten om dikker te worden. Want hoe dikker je bent, hoe sneller je wordt. We zijn zo dun. En jij bent zo klein. Je bent net mijn kleine broertje. Ja, maar ik ga dikker worden dan dat jij bent. En daarmee ga ik elke race van jou winnen, Alex. Oh, eens even. Het is de bedoeling om dikker te worden vandaag? Ja, we moeten dikker worden. We moeten heel veel eten. Je moet heel veel klikken. Klikken, oh, eens klikken, even gaan klikken. Eten. Wow! Klikken. Ik kan ook in de tussentijd allemaal dingen gaan eten. Oh, en door allemaal dingen te klikken hier zo. Ik ben een hamburger aan het eten en een donut aan het eten. Alex, zullen we racen? We moeten 100 worden en dan kunnen we tegen een nerd gaan racen. Ben jij niet gewoon die nerd? Nee, ik heb er al 100 en ik wil tegen een nerd racen. Ben je ready? Oh, wacht. Ik heb nu ook 100. Gaan we racen? Gaan we racen? Ik heb een ringmart die ik kan claimen. Ik weet zeker dat ik dit ga winnen namelijk, Alex. Oh ja? Zullen we de race ingaan dan? Ja, kom dan, kom dan. Kom! Oké, okay, ik ben er klaar voor! Hoe werkt dit, Alex? Ik heb geen idee hoe dit werkt. Oh, hij start in 2 seconden! Oh! Oké, ben je er klaar voor? Nee, ik ben er zeker klaar voor. Let's go! Alex, ik ben sneller! Oh, je moet klikken! Ik wist niet dat je moest klikken! Hallo! Ik wist helemaal niet dat je moest klikken. We gaan de nerd nooit verslaan op dit tempo. Hoezo moet je dik zijn om te racen? Man, ja, dat weet ik ook niet. En licht zijn? Oh nee. Ik denk dat je daar gewoon heel veel kracht in je benen hebt. Hoe kan je sneller zijn dan dat ik ben? Alex, ik heb gewoon net eventjes iets meer gegeten. Alleen, we moeten de big gamer moeten we inhalen. En de nerd moeten we van winnen. Maar we moeten ook de moderator inhalen, maar als we zelfs de nerd niet kunnen verslaan... Wacht eens even, jij komt wel heel dicht bij de nerd nu. Alex, jij bent de nerd! Hoppa! De nerd is ingehaald! Zat de nerd al min! Oh, wacht eens even, ik... Hoppa, gewonnen! Ik sta op nummer 4 en jij hebt nummer 5. Ik sta helemaal aan de zijkant op nummer 5. Ik ben letterlijk 1 na laatste geworden, net samen met de nerd. Alex, we moeten gewoon heel veel eten. Oh, ik heb een reward die ik kan claimen. Wat is jouw reward? En ik ga in de tussentijd heel veel eten. Ik krijg 100 damage, maar ik weet helemaal niet wat ik met die damage kan doen. Oh. Dat weet ik ook niet, maar we moeten blijven eten! Ah, wat kunnen we allemaal doen? Ik heb ook een cadeautje staan die je kan claimen, staat er. Wat is dit? Ik zit ergens te eten nu, maar ik snap er helemaal niks van. Ik heb een cadeautje gekregen en ik heb 1000 damage gekregen. Maar ik weet niet wat dat doet. Nee, ik had ook damage, maar ik weet ook niet wat ik ermee kan. Kan ik jou er niet gewoon mee slaan of zo? Wacht eens even, we gaan toch niet elkaar slaan? We zijn toch wel tot enigszins moment vrienden nog? Ja, we zijn wel vrienden. Hey, Jesse, heb je jouw buik al gezien? Ja, ik begin echt heel dik te worden. Ik weet ook niet wat ik kan doen. Wat is dit? Dat het eten zijn, dit klopt zo erg niet. Wat zijn deze tafels? Ik kan hier zitten en eten, maar er gebeurt niks. Nou ja, je kan hier wel gaan zitten en een beetje saus gaan eten, lijkt het wel. Oh, dit zit lekker. Ik heb wat unlocked. Ik heb wat unlocked. Ik weet niet wat, maar ik krijg nu 3 pizza's per klik. Ik krijg een sausbonus. Sausbonus? Ja, blijkbaar. En daardoor eet je alleen maar meer, lijkt het wel. Oh, dan krijg je gewoon een pluspunt erbij. Oh, dat is wel handig. Oh, wacht eens even. Kan ik niet je kan ook voor 9 Robux iets kopen. Dat is een Daily Boost Bundle offer. Waar zie je dat? Die staat linksbovenin. Die kost normaal 299 Robux. Oh. En nu nog maar 9. Ik ga hem kopen. Ga ik zeker kopen. Ik ga hem ook kopen. Let's go. Ik heb hem. Alex, je kan ook pets krijgen. En dan kan je nog meer eten. En dan kan je nog dikker worden. Ik krijg er nu zo snel eten bij. Alex, je hebt die eieren. Ik ga een ei open. Oh, nou heb ik trofeeën nodig. Ik heb nog maar één. Oh, ik kan hem openen. Ik heb 5 trofeeën. Je hebt ook pets hier zo staan. Alleen kost het hier wel echt superveel geld. Ik ben hem aan het openen. Ik heb er één. Ik heb er één. Maar hoe kom je eraan? Ik heb er één. Ik heb er één, Alex. Kijk ze erbij. Hoe krijg je die, Jesse? Die wil ik ook. Je hebt hier een ei voor 5 trofeeën. En als het goed is, heb je 5 trofeeën. Of heb jij die? Ja, dat heb ik. Oké. Laat het alsjeblieft een zeldzame zijn en niet een grijze. Wat ga je krijgen? Ik heb een... We hebben dezelfde. Wat gaat het zijn? Wees wat goed. Alex. Ik zie het al. We hebben dezelfde. Oh, we hebben echt dezelfde. We hebben allebei een... Oh, mijn Fosje, hoe ga jij jou noemen? Mijn heet... Kees. Kees, mijn heet dan Jan Willem. Nou, je kan trouwens ook weer dingen upgraden, hè? Dat je nog meer kan eten. Ja, maar hoe doe je dat? Er staan zoveel dingen in beeld. Ik kan ook hier kijken naar pizza slices. Ik weet het ook niet. Die kan ik zelfs nog unlocken. Plus 9 pizza slices. Ik heb nieuwe pizza slices. Nu krijg ik 9 pizza puntjes per klik. Kan je niet naar... Hoe doe je dat? Er stond bij mij in beeld dat ik dat kon kopen. Dus dat heb ik maar gekocht met het geld wat ik had. Zullen we gewoon maar weer een race doen? Ik vind het wel een goed idee, maar kunnen we al tegen iemand anders gaan racen? Ik bedoel, de noob hebben we nu al eenmaal al gewonnen. En dan hebben we meer trofeeën nodig. Als we dit winnen... Oh, we beginnen al! We beginnen al! Als we weten dat we weer moesten klikken! Ik ben aan het voor mijn leven. Klik, 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 klik. Ik ga weer winnen, Alex!
Ik ga weer winnen. Jurriëntie, hoe klik jij zo snel? Ik snap er helemaal niks van. Gewoon keihard klikken. Gewoon keihard klikken, Alex. Jesse, jij bent sowieso aan het cheaten, lijkt het wel. Wacht eens even, ik kom in de buurt bij jou. Ik kom in de buurt bij jou. En dat komt doordat ik niet meer klik, omdat ik het zielig vind. Ga je me inhalen? Bijna, Alex. Heb ik je nou net niet ingehaald? Het scheelde 0,2 seconden. Ik heb 5 trofeeën erbij weer. Oh, dit zit ook zo niet mee, hè, allemaal. Nou, ik kan toch eerst nu een pretzel kopen. En een pretzel geef je er 15 hunger bars bij. Ik doe nog een race. Hoe heb jij een pretzel gekocht? Waar moet ik dan op klikken? Oh, ja, hier. Dat weet ik niet. Hey, ik kon ineens een pretzel kopen, stond er in beeld. Ik heb ook een pretzel gekocht. Zo lekker. Lekkere pretzel. Well, ik heb de nerd weer ingehaald, maar ik ben nu helemaal niet eens meer tegen jou aan het racen. Waarom ben je aan het racen? Je moet niet racen. Weet je wat? Ga jij lekker racen, dan ga ik een andere tactiek aanpakken, ja? Wat is jouw tactiek dan? Ik bedoel, je hebt best wel wat gegeten al namelijk. Oh, ik ben derde geworden. Ik ga zitten, ik krijg nu sausbonus. Dan wil ik 8000 trofeeën en dan kan ik nog meer bonus krijgen. Dat is mijn tactiek. Ja, ik heb nu wel tenminste al 11 trofeeën helemaal. Wat kan ik daar al mee kopen? Oké, ik kan er nog geen nieuw eitje mee kopen voor een nieuwe pet. Hoeveel trofeeën heb je daarvoor nodig? Wacht eens even, Jesse. Zie jij wat ik zie hier staan? Wat dan? De Ultimate Hacker Pet. Oh nee. Ga je die kopen? Zou je eens gewoon kopen? Je hebt een 2% kans dat je hem krijgt. Is die niet super duur? Ja, hij kost 300 Robux. Ik ga hem kopen. Oké, ik ga hem ook kopen. Ik moet dit winnen, dus dan moet ik hem ook wel kopen. Beast Hacker Pet. Heb jij hem? Legendary Pet. Yeti Pup. Heb jij hem? Ik heb een Legendary. Ik heb niet de Hacker Pet gekregen, maar ik heb wel Yeti Pup. Ik heb een Mythic. Is dat beter? Ik kan zoveel eten nu! Is Mythic beter? Oh, ik kan kip kopen, Alex. Mythic is inderdaad beter. Alex, ik krijg nu 68 pizza puntjes per keer erbij. 60? Ik krijg er maar 51 en ik dacht dat 68. Dat al veel was. Kijk, ik kan nu ook hier zitten. Dan krijg ik extra sausbonus. 21 erbij. Oké, Jesse, maar ik krijg nu 82 per klik. Hoe dan? Omdat ik een kippenpootje heb gekocht. En kippenpootjes vullen blijkbaar veel beter. Sterker nog, ik heb al meer dan 11 duim strength op het moment. Oh, ik denk dat ik gewoon weer een pet ga kopen. Ik ga weer een pet kopen. Die zijn duur, hè? Even kijken in de shop. Wat heb je allemaal? Hé, maar Jesse, we worden nu zo dik. Alex, ik denk dat we zometeen deze wel moeten kunnen winnen tegen de big gamer. Ik heb wat gevonden in de shop, waardoor ik nu tegen de moderator kan racen. Oh, eens even. Hoe bedoel je, kan nu tegen de moderator racen? Als je op de shop klikt en aan de onder, dan kan je 10 gratis wins krijgen. Waar staat dat? Shop, bij links. Links, een hele dikke rode knop is het shop. En dan kan je 10 wins krijgen en dan kunnen we racen tegen de moderator. Ik zie dat helemaal niet, die 10 wins. Alex, ben je blind of zo? Oh, ik zie hem wel. Gratis. Heb je hem gekocht. Oké, gaan we racen? Dit moeten we sowieso winnen, nu we dik zijn. Moeten we dan niet eerst hem uitdagen of gaat het automatisch? Ik weet het niet. Dat gaat toch automatisch? Iedereen doet de hele tijd mee met de race. Oh, dus ik ben niet zo slim. Ben je ready? Wow! Jij bent veel sneller! Ik ben aan het klikken voor mijn leven! Hoe ben jij zoveel sneller nu opeens? Wat heb jij gedaan? Je bent al sneller dan jij bent, omdat ik heel snel aan het klikken ben. Jij hebt nog meer gekocht. Ik heb niks ingehaald! Ik ben niks aan het inhalen. Oh nee, de big gamer is jij! Het is onmogelijk om de big gamer in te halen. Hij is er nu al. Jawel, dat gaat lukken. Kijk, 25 winst erbij. We moeten gewoon nog meer eten, Alex. Oké, we krijgen nu wel echt superveel meer winst erbij. Maar hoe gaan we nog meer eten? We moeten letterlijk nog dikker gaan worden om hem in te halen. Misschien moeten we nog meer pets gaan kopen. Misschien dat... Oh, je hebt hier ook golden pets. Die pets zijn duur, hè? Ja, maar je kan toch ook met winst? Met winst kan je toch... Nu we 50 kroontjes hebben, kunnen we wel een nieuw ei hier gaan openen. Heb jij de 50? De kans dat je hieruit een legendarische gaat krijgen is nog groter. Ik heb er geen 50. Ik ga nog een race doen. Ik wil er ook 50. Oké, ik heb een nieuwe fox gekregen. Dus het was niet echt een geweldige opening eigenlijk. Ik ben er niet zo blij mee eigenlijk. Alex, ik ga even een race doen. En dan heb ik meer winst. En dan krijg ik weer een pet. En dan kan ik meer eten. En dan ga ik voor jou winnen. Oh, wacht eens even. Ik zie jullie letterlijk rennen daar in de verte. Ik heb Nick ingehaald. Oh. Ja, maar Nick inhalen is niet zo moeilijk. Dat is mij net ook gewoon gelukt, hoor, joh. Ja, maar de big gamer ga ik ook inhalen. Ik begin al in de buurt te komen. Nu ga je deze big gamer wel inhalen. Ja, ik begin al in de buurt te komen. Kijk, zo, dan koop ik even een eitje. Zeven, dat kan bijna. Ik kan bijna een hele pizza kopen als ik 30.000 punten heb. Een hele pizza? Ja, dan kan je in één keer een hele pizza opeten. Waar kan je dat kopen? Waar kan je dat kopen? Ik wil dat ook kopen.
Hoeveel puntjes heb je al? Hoeveel armpjes? 26.000. 26.000, je hebt er 30.000 nodig. Ik heb hem gekocht! En nu krijg ik er 147 per klik. Ik ga gewoon doorklikken. Ik wil ook een hele pizza. Ik wil ook een hele pizza. Ik heb het bijna, Alex. Oh, zo snel! Ik heb het bijna! Ik heb het bijna! Ik krijg zoveel eten! Ik heb zoveel kracht! Ik heb het. Ik heb een hele pizza. Dat is echt super duur, hè? Ja, dat is inderdaad best wel duur. Besef dat een pizza normaal gewoon echt 10 euro kost of zo. Wat heb je nog meer allemaal? Ik heb mijn pets geselecteerd. Mijn items. Verder kan ik niet zoveel. Ik denk dat ik gewoon zoveel mogelijk moet blijven klikken. Ik ga hier even zitten. En dan ga ik gewoon lekker eten en dan krijg ik een bonus. Oh, dat is inderdaad heel erg slim. Wacht eens even. Als je 40.000 punten hebt, mag je ook hier zitten. Hoe kan je daar dan zitten? Dan krijg je een supergoeie saus. Oh. Hoe kan je zoveel eten? Hoe kan je daar nu al zitten? Ik zit nu al op 50.000. Ik ben aan het klikken voor mijn leven. Waarom kun je zo goed eten? Ik wil dat ook gewoon kunnen. Echt, ik ben jaloers op jou. Wacht, ik denk dat ik gewoon even heel veel moet eten. Zo, maar er zijn dus nog meer van die tafels hierachter, waar je nog meer punten voor moet hebben, blijkbaar. Buikje zit vol. Ah, lekker. Zo. Alex, mijn buik zit heel vol. Mijn buik zit ook heel vol. Kijk hoe we erbij lopen en hoe we er net bij liepen. We waren net nog zo jong en dun. Ja, en nu zijn we zo volgevreten met pizza's. Maar dat betekent wel dat we super snel zijn. En ik denk dat we gewoon wat meer races moeten doen. Dan krijgen we trofeeën. Dan kunnen we nog meer eieren openen. En dan kunnen we nog dikker worden. Maar denk je dat we ooit een pro-racer gaan inhalen? Oké, kom in de cirkel, in de cirkel. Oké, kijk wie er gaat winnen. Ik ga echt heel hard klikken, hè, Alex, dan weet je dat. Oh, ik doe mijn best! Jij deed het voor onze start! De pro-gamer is zo ver! Alex, ik ga hem in! Ik ga hem in! Dit meen je niet. Nee. Ik ga hem er heel erg in! Dit is niet normaal! Ik ga winnen! Ik heb hem gewonnen! Ik heb hem ook ingehaald! Alex. Ja, zie, het is ons gelukt! Hoe heb jij dit gedaan? Waarom ben jij zo snel? Ik ben eerste geworden in een race! Dan tegen een pro-gamer! Het spijt me, Jessie. Het is niet voor iedereen weggelegd om te winnen en zoveel pizza's te eten. Ja, maar als we nog meer pizza's eten, dan gaan we daarna nog een race doen. En dan gaan we kijken wie de ultieme winnaar is van ons twee. Dat is goed, maar ik denk dat we daar al achter komen, aangezien ik net de race heb gewonnen. Nee. Ik ga namelijk heel veel eten en dan ga ik de race winnen, Alex. Dat weet ik zeker. Oh ja, wil je het zo spelen? Dat komt helemaal goed. Ik ben superveel aan het eten. Ik kan hier nog een free reward openen namelijk. Die mij 50 gems erbij heeft gegeven. Hoe heb jij die al? Ik heb die nog helemaal niet. Eens even kijken. Oh, die kan je nog openen, hè? Ik heb die al geopend, Alex. Maar ik heb er helemaal niks uit gekregen. Maar ik ga weer even een pet kopen. En ik krijg weer zo'n fox. Daar heb ik echt helemaal niks aan. Weet je wat ik lekker ga doen? Ik ga lekker achter mijn expert tafel zitten zometeen. Wacht eens even, ik kan ook hier op een tafel zitten. Hoeveel punten heb je daarvoor nodig? Hoeveel punten heb je nodig? OP sauce. Nee, die hoef ik niet. Ik wil bij deze zitten. Gouden saus. Die vind ik ook lekker. En daarvan ga ik heel groot worden. Oké, Alex, 10 seconden en dan gaan we naar race doen, ja? 10. Ik ben er 9. 8. Ik moet wel 90.000 punten hebben sowieso. Ik ben de tel kwijt. 90.000? Ik heb er pas 80.000. Maar dat maakt niet uit. Ik heb er meer dan wat jij hebt. Ja, hé Alex. Alex, ja? Vertel eens een leuk verhaaltje. Wat heb je gisteren gegeten? Nou ja, ik heb gisteren pizza gegeten. Ik weet niet hoe het met jou zit. Oh, lekker. Ik heb gisteren geen pizza gegeten. Ik ben nu heel veel pizza's aan het eten. Kom, we gaan racen. Oké, ik heb namelijk 100.000. 100.000? Dan ga jij dat 100% winnen. Maar ik kan sneller klikken. De ultieme race, Alex. Wie gaat er winnen? De skills hier zo. Wie het snelste kan klikken van ons twee. En wie het dikste is geworden natuurlijk. Ik kan sneller klikken. Let maar op. Zie je wel? Wow, jij bent echt zoveel sneller. Dit is oneerlijk. Je bent gewoon een vals speler. Je bent een vals speler, Alex. Dit is zeker niet wat ik vals spelen noem. Dit is wat ik skills noem. Jij bent namelijk 2 seconden langzamer dan dat ik ben. En Big Gamer was nog steeds aan het racen. Gefeliciteerd, Alex. Je hebt gewonnen. Yes! En dit was de video. Klik even hier of hier om een andere video te zien. Want dan wil je zeker PS6 gaan weg. 3, 2, 1.